Door de uitbraak van het rotavirus in Suriname is er een toename van het aantal besmettingen bij kinderen met de algemene symptomen koorts, braken en diarree. Hierdoor is er een verhoogd risico op uitdroging. De druk op de spoedeisende hulp van het academie-ziekenhuis Paramaribo is enorm gestegen, met als gevolg een onaangename situatie voor patiënten. Het ministerie van Volksgezondheid en de directie van de regionale gezondheidsdienst, RGD, hebben er meteen werk van gemaakt om extra faciliteiten open te stellen. De RGD heeft vanaf gisteren, donderdag 11 augustus, de volgende faciliteiten opengesteld voor alle kinderen met de eerder genoemde symptomen. Het gezondheidscentrum Limesgracht, nummer 78, telefoon 8541054. Het gezondheidscentrum Natour aan de Awadistraat, nummer 1. Telefoon 85 66 563. En de openingstijden zijn elke dag van 7 uur 's avonds tot 12 uur middernacht. Ook op zon- en feestdagen. Let wel, de behandeling is gratis. Er worden geen drempelkosten gevraagd. Op ouders en verzorgers wordt het beroep gedaan om er dien er sprake is van symptomen, koorts, braken en diarree. het kind voldoende water te laten drinken en daarna contact op te nemen met de huisarts. Pas na het advies van de arts kan een van deze gezondheidscentra bezocht worden. Er wordt gewerkt aan het openstellen van meerdere polyklinieken, zodat de zorg dichter bij de samenleving komt, meldt de RGD in een persbericht.